Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer eindelijk terug met Empire of the Undergrowth. De vorige aflevering hadden we dus eigenlijk dit helemaal compleet afgesloten. Behalve nu zijn ze weer terug met een nieuwe update. En ik heb dus eventjes ook een nieuwe gemaakt. Gewoon in mijn eigen vrije tijd, zodat ik even een beetje weer terug kan komen. En zodat ik een beetje weer weet wat ik moet doen. Dus ik ben in principe met Blue Hive Mind ben ik eigenlijk op hetzelfde punt als bij de Blood Empire. Waar we volgens mij een jaar geleden voor het laatst gebleven zijn. Dus daar gaan we in ieder geval mee terug. Want ze hebben er nu een aantal nieuwe dingen bij toegevoegd. Voor de upcoming test is het time to rehouse the colony. You will be awarded amount of jelly during the switch based on the colony size. Construction and unused resources and technology, territory. Select rehouse the colony from the level selection menu which will unlock the leafcutter levels. You will no longer be able to replay from carrying challenges 1 en 2 in a new enclosure. Nou, dat is in ieder geval prima. Dat betekent dat deze hele map wel weggaat. Maar dat is in principe niet zo'n heel probleem. Maar dat betekent dus in ieder geval dat ze weer een aantal nieuwe leveltjes hebben geregeld. En ze hebben een... deze die hebben ze nu. En dit is volgens mij gewoon een tussenstukje. Zodat ze weer terug naar een nieuwe level toe gaan. En ze hebben nu dus een nieuwe... nieuwe ends. Dus ja, dat gaat dus betekenen dat we nu de colony gaan rehousen. This tank is not suitable for the upcoming test. It is time to rehouse the colony. You will be awarded an amount of jelly during the switch based on colony size, construction, stored resources and territory. Nou, laten we het wel maar doen. The counterpart colony has been delivered. We need to commence preparation for the final experiment. After that we can dispose of the specimens and close the project. You should begin transplanting our eruptors into the modular formicarium and be careful with the queen. Yes, yes, I know how to use a trowel. Oké, we hebben dus nu 410 Royal Jelly erbij gekregen. Zodat we in ieder geval wel een kleine start hebben. Dus dat is in principe wel fijn. Behalve geen eten en geen ruimte om meer dingen te graven. Maar dat maakt er in principe ook niet zoveel uit. Wat ik dus weet, is dat in deze update dus, zoals ik al liet zien... Close the project. Bah. Did you hear that? Final experiment, my foot. I'm in charge of the colony, and I will decide when we've finished testing. There. All set in your new home. Grow quickly, my little ants. We have lots of work to do. Okay. Your queen and field workers have been moved into a new formicarium ready for the next experiment. All territorial construction and food have been lost, but you have been awarded jelly based on your colony size and resources. Any upgrades still remain. Dus so upgrades die blijven in ieder geval. Behalve dan hebben we nu gewoon... deze dingen en deze dingen kunnen we nog halen. Maar dat gaan we nog niet even doen. Want ik ga nu dus beginnen met de eerste level, de harvest. Daarna met de frontline. De frontline die ga ik waarschijnlijk in een van de volgende afleveringen doen. Ligt eraan hoe lang ik bezig ben met de harvest. Maar zoals jullie weten zitten er dus nieuwe mieren in. Maar niet alleen dat, we hebben nu dus ook nieuwe wezentjes. Of nieuwe vijandelijke wezens. Dus ik heb eigenlijk nog niks gezien van de game. Ik weet alleen dat deze game deze update uit is gekomen. Even zien. Taunt, major taunts, enemies to attack them. Nou, dat is niet handig misschien. Stun. Dat is misschien wel heel handig. Zal ik hem op medium of op hard zetten? Laten we gewoon voor hard gaan. Oh. Nee, ik heb nu niet die extra hint die ik erbij heb gekregen. We gaan gewoon voor hard dus. En we hadden voor de stun. Ja. Play level. Maar ik vind het nu in ieder geval wel heel fijn dat ze gewoon weer een nieuwe update hebben gehad. Want de laatste aflevering was... Wat ik heb gezien op 8 mei. Dus dat is alweer een jaartje terug. Zo. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf.
litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Wat is deze ding hierboven? Amount of edible fungus. A staple meal for many underground opportunists. But for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotis leafcutter colony has only one viable source of food, and it must be collected above ground. Oh ja, die kunnen dus niet nemen, omdat het natuurlijk leafcutters zijn, dus die eet alleen maar blaadjes. Oké. Okay. Store leaves before I can be gathered. Dat zijn wel weer nieuwe dingen. Dat is chill. We hebben hier dus ook een andere mierenkolonie. Oké. Okay. Nou, daar zitten spins wat te zien. Een best wel grote spin. Oké, dus dat moeten we in ieder geval, wat ik weet, leaf storage file. Zetten deze gewoon mooi een beetje bij de ingang. Oké, gaan we eens even naar buiten. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Ik vind het wel heel grappig dat we gewoon blaadjes die groter dan hun zijn. Leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. So not as small as the other colony members. Okay. Amount of available fungus. Ja, dat moeten we ook sowieso aan hebben. Maar ik ga eens even kijken. The leaves must then be taken to the nest. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Want die mieren zijn groot. Even kijken. Hier zit dus ook nog iets. Dus we moeten eigenlijk even een ruimtetje hebben. Zodat we even wat. Ja, nieuwe mieren kunnen verzamelen. Ja, verzamelen, gewoon regelen. Occupied by dead fungus. Oh, oké. Okay. 80 food, 150 food. Oh, daar hebben we nog wat meer mieren nodig. Meer blaadjes. Het is wel heel apart hoe dit werkt. Oh. Wat is ook een hele kleine mier. Dat is wel schattig. We gaan dus nu gewoon nog eventjes een beetje eten verzamelen. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However,
Another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire, and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Zit hier naast gewoon nog even wat van die, ja, fuse fungus of zoiets? Ik vind dat wel een hele aparte mechanic. Oké, nu gaan we dus even een aantal mietjes neerzetten, denk ik. Oké, extra workers. Wacht, wat? Vuurstoort in... Oké. Ik zag er volgens mij nog eentje. Nou, deze haal ik al wel even weg. Dus eigenlijk best wel een grote koningin van de mier. Oké, jullie gaan hier gewoon even naar buiten. Ik moet even weer blaadjes hebben natuurlijk. Oh, dan kunnen we ook naar andere mieren nesten toe. Oh, die gaan ook echt de blaadjes op. Kijk, dat is nou een goede mechanic, jongen. Dat is gewoon die blaadjes ophalen van deze plant die hier zit. En dat gaat dus betekenen dat we heel veel blaadjes moeten hebben. Dus dan, ja, ik even denken. Want waarom gaat dit heel veel maar? We need more leaves. Available fungus. Ik weet nog niet precies wat de mechanic hiervan is hoor, dus ik weet ook niet precies of ik het in één keer ga halen, maar dat zien we vanzelf wel. En wat ik weet is dat ik meer mieren nodig heb. As the sun sets below the horizon, and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Hmm. Oh, dat is een grote spin. Nope. The ants must defend themselves. Oké, die gaan even met elkaar vechten. Vallen maar aan. Oké, gaan we weer even die plant of de blaadjes eraf halen.
Op het moment zien we wel net verliezen, maar het is een beetje om te leren natuurlijk. Ik denk dat ik gewoon wat meer workers nodig heb. Oh, dat heeft niet eens het eten nodig. Ik dacht van wel. Waarom zit daar iets groens aan? Gerry. We moeten in ieder geval wel wat meer workers hebben. Zo. Use need to be stored and taken by the Mimics to nurture its image, the result waste and must be removed to refuse the image. Oh, dat is een hele aparte functie. Ik vind het ook niet fijn dat er zoveel van die predators ofwel zitten. Ik wil beter gewoon even naar die kant te kunnen gaan, denk ik. Eigenlijk moet ik even dat... die enemy even kapot zien te krijgen. Misschien wel het beste. Dan stuur ik jullie wel gewoon weer naar buiten. Zodat jullie toch nog wel even van die plaatjes kunnen regelen. Zo. These rove beetle larvae are distant relatives of the European devil's coach horse. Despite a few million years of separation, they share the same carnivorous appetite, razor-sharp pincers, and most importantly, a fearsome final form. Oh yeah. The adult form. Oké, dat is nice. Dan moeten we deze gewoon even hebben als dat hij die eitjes neerlegt. Anders werkt dat natuurlijk niet. Zo, dat is een groot eitje. Als het een ei is. Oh ja, Jezus, dat is een grote bier. Dan zie je die kleine miertjes en denk je van, oh, dat valt dan wel mee. En dan komen die grote mieren tegen en dan denk je van, oh god, wat de fuck is dat? Dit gewoon even helemaal uitgaven.
Oh, misschien is dat gewoon een effect op die ding. Oké, ja, duidelijk. Daybreak has arrived, and the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for rest. Mooi zo. Het gaat langzaam wel beter. Ik weet nog niet zeker of we ze in gaan halen. Oh, daar ligt ook een dood beestje. Oh, als je een worker gebruikt, dan krijg je ook altijd van die kleine biertjes die hier altijd rondwandelen. Oké, interessant. We hebben even een nieuw blaadje, boompje, ding nodig. Hier is wel een goeie. Ik weet ook niet zeker of wij wat meer gaan. Of we ze inhalen, het blauwe end gebeuren. Of dat het juist niet het geval is. Ik moet eigenlijk gewoon kijken naar deze. Dat weet ik genoeg. Zetten we hier nog achter twee rijen neer van die reviews fungus. Ik vind het wel een beetje vaag hoe dat werkt, maar maakt niet uit. Oké, ik haal dit gewoon er even van weg. Dat ze niet heel veel hoeven lopen. A brightly patterned jumping spider, say Casviri D. Purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. Kom hier. Not all. Oh, die is al best wel sterk. Ja. Top. Die hebben ze kapot. En weer verder. Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus Bowery trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Ik vraag me af hoe groot deze dingen wel niet zijn. Ik heb zo'n gevoel van behoorlijk groot. Ze zijn ook niet voor niet zo heel duur. Nou, we gaan zien hoe groot dat ei wordt. Ik heb zo'n gevoel heel groot. Nou, valt allemaal mee. Volgens mij is het even groot als Jander. Oh. The leafcutters have raised their first major ant.
Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. No. Toch gewoon een heel blad in zijn bek. Eigenlijk moet ik hier zo dan heen. Of ja, dat kan ik beter de volgende aflevering doen voordat. Of ja, deze mieren die moet ik eerst kapot gezien krijgen. The ants must fight. Voordat ik echt wat anders ga doen. Want ik weet niet hoe lang ik al met deze aflevering bezig ben. Tijdje. Maar dat maakt dus in principe ook niet veel uit. Maar ze springen ook heel de terug, die mieren. Oh, die komt. Nu komt die grote erbij. Hoppakee. Oh, die stunt ze. Dat is degene die ze stunt. Aha. Geen wonder. Oké. Harvest die shit. Wat ik ga nu deze aflevering dus afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De volgende aflevering ga ik dus gewoon weer verder met waar we gebleven waren. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en vaak nou. En dan zie ik jullie weer. Later.